Helemaal leuk jullie kijken naar deze korte update video van mij, Fire Canoe. En ik wil graag met jullie gaan hebben over een aantal dingen die ik ga veranderen op mijn YouTube kanaal. En dat klinkt heel beangstigend, want iedereen denkt nu dat alles verandert. Maar dat valt reuze mee. Eerste verandering is, ik heb namelijk vanaf nu een upload schema. Dit schema kan je zien aan de rechterkant boven in mijn YouTube banner. Dat zijn de vaste uploaddagen voor GTA 5 en Far Cry Primal. Verder zet ik ook het upload schema bij al mijn video's in de beschrijving. En als er al uploads zijn die ik heb ingepland voor de dagen die daarna komen, zet ik die ook in de beschrijving van de video's die daarvoor komen. Zoals jullie kunnen zien wanneer nou eigenlijk een video online komt. Mijn uploadtijd is voornamelijk 3:30. Dus om 3:30 probeer ik altijd mijn video's online te krijgen. Soms zal dat wel eens een keertje iets later zijn. Maar dan is er waarschijnlijk iets fout gegaan. Maar daar gaan we niet van uit. 3:30 is mijn uploadtijd. De video's komen dus online. GTA 5 op dinsdag. 3:30. Far Cry Primal elke donderdag om 3:30. En GTA 5 weer om 3:30 op zaterdag. Op zondag komt er een random game aan. Dat is zeg maar altijd een random game. Elke week iets anders. En mocht je toevallig nog leuke ideeën hebben van ja, random spelletjes die enorm leuk zijn om te spelen voor op YouTube, laat het weten in de reacties, want ik heb nog wel een aantal random games nodig. En dan hebben we het over gewoon webbrowser games, van die grappige spelletjes, weet je. Ik bedoel, die je wel leuk vast... Dat was heel slecht. In ieder geval, dat dus. Ja, Stefan, leuk verhaal, lekker kort. Verder wil ik het graag hebben over mijn Minecraft server. Ja, nou ja, sommigen van jullie weten het al. Ik ben een tijd geleden begonnen met No Way Craft. En die Minecraft server komt er binnenkort aan. De komende week zal ik daar nog een video over uploaden met meer informatie over de No Way Craft server. By the way, als je meer informatie wil weten over deze server, check dan de Facebookpagina van de No Way Craft server. De link staat in de beschrijving. En later deze week ga ik waarschijnlijk een livestream doen waar ik alles laat zien over wat er allemaal in de No Way Craft server te doen is. En dat we eerst de mensen erin kunnen. En dat gaan we live allemaal regelen. Verder... Maar was dat het? Doei!